Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb een beetje kort geslapen. Misschien komt dat door de zenuwen van wat er vandaag gaat gebeuren. Maar dat is natuurlijk heel erg logisch. Dat wordt later allemaal wat duidelijker. Maar voor nu, heel erg bedankt dat jullie kijken naar deze vlog. En shout-out naar jullie. En ik ga er later nog meer woorden aan toevoegen. Want het is allemaal heel erg bijzonder geweest de afgelopen tijd. En in het geheim. En het is echt een rollercoaster geweest. Jullie hebben de laatste tijd gezien dat ik ook wel eens emotioneel werd. Dat ik een behandeling heb bij de fysio. En allemaal pittig. Ja. Vandaag kunnen we eindelijk wat duidelijkheid geven. Een schatje kon erbij. Want ik bedoel, ik ben heel erg gelukkig met mijn allerliefste vriendin. Myra. En we moeten toch iets vertellen vandaag. Want we gaan iets vertellen. Kijk. Ja, moeten ze toch maar naar een andere video gaan kijken. Er is iets gebeurd hier. Moet je kijken, dames en heren. Dat is niet normaal, hè? Oh, zo fijn. Nee, even zonder gekheid, er is wel iets gebeurd. Er is iets gebeurd. Spannend. Dus ja, dat zorgt ervoor dat vandaag wel een hele bijzondere dag is. Maar wij zijn heel gelukkig samen. Zeker. En dit is een nieuw avontuur voor ons. Een nieuw hoofdstuk. Ja. Oké, schatje, we gaan lekker opstaan. Ik heb de koffiezetapparaat al aangezet voor jou. Oh, lekker hoor. Ik ga even lekker een koffietje drinken. Ik doe even mijn shirtje aan. Zo. En ik doe weer, dus zoals altijd, de afgelopen maanden. Ja. Een shirt van Enzo. Dit is wel een dingetje inderdaad, dames en heren. Altijd. Ik word eigenlijk helemaal gek van. Ja. Het hoeft straks niet meer. Het hoeft straks niet meer, inderdaad. Nee, het is de zoveelste keer dat je een shirt of een hoodie van mij aandoet. Ik ben er nu zelfs klaar mee. Ja, echt fijn. Toen ik het eerst echt heerlijk vond om al jouw kleding te dragen. Alleen nu moet het gewoon nog vandaag en morgen. En dan donderdag niet meer. Maar dan ga ik niet meer nooit kleren van jou dragen. Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Want het zit wel heel lekker. Maar om me een beetje mooi te voelen vind ik het wel fijn om wat strakkers te dragen. Dat snap ik heel goed, schatje. Oké, laten we even een broek aandoen. Zo, het ruikt hier lekker in het washok. Niet normaal. Ik heb dat allemaal, dat is allemaal schoon. Dat lijkt dan vies, maar dat gooi ik dan uit het droge. Het is sowieso een mooie dag vandaag hoor. Echt heel erg mooi. Ik kan je nu aandoen. Hier, dan lijk je een echte voetballer. Wow, dat wil ik. Kijk eens even. Ja hoor, perfect. Nou, dit zit toch lekker? Oh, die zon is echt mooi hier zo, hè? Ja, het is echt een mooie dag vandaag, hoor. Ja. Had zo moeten zijn. Precies. Ik loop de deur uit hier en wauw. Myron die gaat nu bezig met een vriendin van haar, een make-up artist, om zich klaar te maken, mooi te maken voor de foto die we gaan maken bij de kerstboom, waarin we het bekend gaan maken naar de buitenwereld. Dat is een foto die we op onze Instagram allebei gaan plaatsen. Dus daar is Myron druk mee bezig. Dus die wordt helemaal mooi in de make-up gezet. Ik sta hier nu buiten. Eigenlijk een beetje, als ik daar zou zitten op dat bankje, dan zou ik eigenlijk een beetje het scenario nabootsen van hoe we erachter kwamen en zo. Echt super bijzonder. Het is heel gek om nu zo in de vlog er ook in één keer over te praten. Het is heel apart. En ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die vragen hebben. En laat ze gerust achter in de reacties. Maar doe dat dan wel nadat je de andere video van vandaag hebt gezien. De nieuwe video. Zo, dit is helemaal ijs geworden, joh. Nog niet heel erg dik. Maar als we hier nou even een pomp voor fixen, dat het helemaal schoon blijft. En we doen er iets van een kap overheen. Dan kunnen we gewoon in ijswater. Dan kunnen we gewoon een echt ijsbad nemen. Goed, het is 10 uur in de ochtend. En ik ga eventjes lekker in de studio zitten hier. Over een half uur komt mijn accountant. Gezellig. Het zijn ook dingetjes die we moeten regelen. Dus ik laat Myron eventjes lekker in de woonkamer zitten met de make-up artist. En Myron is super happy, dames en heren. Die is echt super happy, want vandaag is gewoon de big day. Dus ja, het is speciaal. Ik kom niet helemaal in mijn woorden, merk ik. Het is gewoon echt wel een beetje gek. Hallootjes. Hola. Wat gaat er gebeuren hier? Ik krijg make-upjes op mijn gezichtje. Nice. Maar wel heel natuurlijk hoor. Gewoon een beetje daily look, zou je komen. Oké, dit is de before. Straks de after. Bye babe. Hans! Hans! Hi! Hans! 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 Hans!
Oké, dames en heren. Ik heb echt een hele leuke accountant. Het is een accountant die ik eigenlijk heb al vanaf bijna dag 1. Dus dat vind ik best wel mooi. Dat vanaf het begin wij al samenwerken. Dus dat is heel fijn. Myron, wat zie jij er ongelooflijk prachtig uit. Niet normaal. Een beauty ben je. Ja, met die sokken vooral. Maar kijk, ik ging net op de foto en toen deed ik dit. Ja. Dan zie je het echt, hè? Dat is echt niet normaal. Echt bizar. Ongelooflijk. Maar van voren valt het echt nog wel mee, vind ik. Klopt. Ik hoop echt dat het zo blijft groeien. Niet zo. Zo gek om jou zo te filmen voor de vlog. Ja, dat snap ik wel. Dat is voor mij ook gek. Ik blijf je ook gewoon filmen, hoor. Is goed. Ik pak even een doekje, hoor. Je moet even kijken. Doe eens je scherm helemaal uit. Je moet even kijken hoe vies haar scherm is. Nee, maar ik wil daar helemaal niet naar kijken. Oké, maar dan... Nee, maar kijk. Ik ga gewoon alleen maar kijken wat hier gebeurt. Ik pak een doekje en dan kan je met me meelopen. Oké, ik loop met je mee. Oh my god, jij wijst zo vaak aan naar foto's op je scherm. Dat is echt niet normaal. Zelfs mijn gamescherm is nog nooit zo vies geweest. Oké. Nee, maar ik snap het wel. Je maakt natuurlijk foto's en dan wijs je ze aan van, oh, kijk hier, kijk hier. Nou, ik woon niet meer thuis en eerder was mijn moeder zo, zeg maar. Anouk, je beeldscherm. Ja, dat is wel erg, ja. Maar we gaan mooie foto's maken. Dat laten we dus doen door Anouk, zoals altijd. Het beste die we kennen op het vakgebied van foto's maken. Ja, dat is zo. Ja, ik zou even niet 1, 2, 3 iemand anders kunnen noemen. Anders had ik het wel gedaan, maar ik kan het niet noemen. Dus we hebben hier een prachtige kerstboom, zoals jullie weten. En voor deze kerstboom gaan we wat mooie foto's maken. Maar los van alleen de foto's bij de kerstboom gaan we ook andere foto's maken. Myron en ik samen, maar ook Myron alleen. Want ja, het is natuurlijk heel erg bijzonder wat er gebeurt. En we willen dat natuurlijk vastleggen. Ja, maar niet te veel had ik net met Anouk besproken. Want we hebben nu eigenlijk net al 2 leuke foto's gemaakt. En we gaan gewoon elke 3 weken gaan we afspreken en weer foto's maken. Dus ja. Je gaat nu niet al helemaal vooruit werken. Want ja... Mijn buik groeit toch per week. Klopt. Ja. Ja. Dat was een goed kusje. Ik heb lippenbalsem op, dat vind je niet fijn. Maar niet uit, als je er zo uitziet. Fijn, hè? Fijn. Maar ja, zou ik jouw kleren pakken? Gaan we nu foto's maken? Ga je eerst even bij de jongens filmen? Ik ben verliefd op jou. Ik ben ook verliefd op jou. Je mag ook met die kersttrui. Dat is wel leuk. Ja, dat we zo gaan staan, ik in de kersttrui en dan jij helemaal zo mooi. Ja, we kunnen ook, ik kan ook serieus die kersttrui wel gewoon ook even aandoen. En dat we met z'n tweeën nog een foto met de kersttrui maken. Dat is ook schattig. Dat ik zo doe. Over de kersttrui gesproken trouwens. Dat is wel serieus zo. Die staat sinds gisteren op knolpouw.nl. Dus, wil je deze gloednieuwe kersttrui thuis hebben met de kerst? Gezellig, warm, lange mouw, want het is koud buiten. Deze is warm en gezellig en mooi. En zoals jullie zien, af en toe het knolpouw logo, maar voor de rest helemaal kerstvibes. Dus check daarvoor eventjes knolpouw.nl. Wat moet ik doen? Jullie hadden een outfit voor mij klaargelegd of zo? Zeker. Op je kast ligt die daar. Oké, okay, boven. Ja, ik heb ze hier. Nice. Alleen nog even een trui. Nog even een trui erbij en dan ben ik klaar. Oh, die trui. Ja, die is die nice. Die groene, die is ook mooi, denk ik. Oeh, die is ook mooi. Maar je hebt ook een soort van nee, groen. Want ik doe nu wit aan. Ah, oké. Okay. Ja, het is echt wel echt heel erg leuk dat we update foto's gaan maken. Dus dat we inderdaad elke 3 weken ongeveer nieuwe foto's laten maken. Omdat het gaat gewoon zo hard. Ik heb sowieso door, en dat komt natuurlijk door het vloggen al meer dan 10 jaar. Dat heel erg vaak, stel voor we zijn op vakantie en je bent daar. Dan word je zo geleefd, ben je in het moment, maak je dingen mee. En dan denk je soms ook van... Ik film het uitzicht, maar is het nou echt serieus zo mooi of zo bijzonder? En dan film ik het en dan ben ik thuis en dan kijk ik het later terug en dan denk ik... Wow, dat uitzicht. Wat? Niet normaal. Dus op het moment zelf, ja, is het bijzonder. Maar ik merk ook dat beelden heel erg bijzonder en misschien nog wel meer bijzonder kunnen zijn later als je terugkijkt. En dat is dus ook met dit waarom ik zeg van dit is de eerste vlog waarin ik zeg... waarin ik laat zien hè, wat er aan de hand is en dan... Het is gewoon ook gek om te zeggen. Ik heb het eigenlijk nog helemaal niet gezegd. Maar dat komt omdat... Ja, zoals ik al zei. Vandaag voor ons is het dinsdag. En donderdag komt die video online. Dus het voelt een beetje een soort van... Illegaal om te zeggen wat er aan de hand is. Maar ja, maar we zijn zwanger. Als het online staat kunnen we niet meer terug. Maar we kunnen sowieso al niet meer terug. Nee, klopt. Nee, maar dat is ook gek. Want voor ons is het al zo lang een soort van deel van ons leven. Omdat het dus nu al bijna 19 weken is. En we zijn er bij 4 weken achtergekomen. Klopt, dus ja.
We zijn eigenlijk al gewoon 3 maanden lang met dit idee in ons hoofd elke dag bezig. Ja. En dan is het wel heel gek om dan nu pas te beseffen dat het nu pas online staat. Daar ben ik wel echt blij mee, dat we het zo lang vol hebben kunnen houden. Ja! Gewoon 5 maanden, hè, bijna. Ja, en we hebben zo onze redenen dat we het geheim hebben gehouden. En daar kunnen we later nog wel op terugkomen als jullie dat willen. Ja. Maar nou, het is dus in ieder geval zo dat Marnus zwanger is. Echt? Wow. En het voelt heel erg gek nu om te zeggen. Ik heb dus de afgelopen maanden ook dubbele video's gemaakt. Dubbele vlogs als het ware. Ja. Omdat ik de hele zwangerschap vanaf het begin tot nu wel heb gefilmd samen met jou. Alle afspraken die we hebben gehad bij de verloskundige. En dingetjes die we meemaakten onderweg. Ja, dus dat is best wel bijzonder. En daardoor is dat ook best wel pittig geweest af en toe. Om het te combineren, zeg maar. Maar we hebben er wel bewust voor gekozen. Omdat wij dat wel. We delen al zoveel dat we dit op het begin toch eventjes een beetje geheim wilden houden met z'n tweeën. En daarover na wilden denken van hoe gaan we dit allemaal doen. En ja, we delen natuurlijk alles. En dit is wel zoiets bijzonders en zoiets groots. En iedereen heeft er altijd wat over te zeggen ook. En ja. En in principe, we zijn nu bijna op de helft. Dus de komende 20 weken worden jullie gewoon op de hoogte gehouden. Klopt. Dus het voelt heel erg gek om deze vlog nu te maken. En niet daarin dingen te laten zien van wat er is gebeurd. Maar we hebben dus bewust voor gekozen om daar een aparte video van te maken. En dat hebben we dus gedaan en die staat online. En, staat online. De eerste staat online. We hebben nog veel meer video's waarin we het gaan vertellen aan vrienden en familie. We weten het geslacht inmiddels. We weten het geslacht. We hebben ook alle vrienden en families laten raden het geslacht. En ook verteld het geslacht. Ja, er komen denk ik nog 10 speciale video's online. En die komen elke week. Ja, eentje per week? Ja, we doen 1 video per week van de zwangerschap voor een hele lange periode. Ja. Heb je scheet gelaten? Sorry. Ja, spanningen denk ik. Gadverdamme. Spanningen. Viespeuk. Anouk zit ook te lachen. Sorry, ik ga me even omkleden. Maar ja, dan elke week posten we een video voor de mensen over de zwangerschap. Ja. Dat we hebben meegemaakt. En dan dus eigenlijk over 8 weekjes of zo zijn jullie helemaal bij. En dan is het gewoon de reality. Ja, de up-to-date, ja. Ja. Nice. Spannend, dames en heren. Heel spannend. Oké, ja. Ik ga me omkleden. Ben je klaar voor, schatje? Ik ben er born ready. Ik ook. Daar kom ik. Niet in de caravan springen, alsjeblieft. Oké, het wordt heel lastig. Maar Enzo, je moet proberen om de middel zo min mogelijk voorover te drukken. Zodat ze lekker buigt. Yes. Perfect. Mag gewoon iets in naar haar toe. Ja, perfect. Dit is heel mooi. Deze foto's zijn wel heel mooi geworden, dames en heren. Het zijn hele mooie foto's geworden. Er zit sowieso een goede tussen. Kijk hoe snel wij zijn, hè? Ja, die zijn mooi. Ja. Oké. Ja, nu snappen mensen ook waarom we die kerstboom zo graag op wilden zetten. Van jou alleen nog. Ja, en misschien wel van Enzo er nog bij, maar close. Ja, sowieso, ja. Close? We zijn nog niet klaar. Hoe close? Maar het hoeft ook niet, want we zijn echt nog maar 7 minuten. Ja, zo close. Okay. Wordt een beetje hier tussen ingezet. Een beetje, sorry, een beetje lastig. Derde wiel. Ja. Maar je bent wel een hele leuke, gezellige derde wiel. Sorry, nu worden nog wel een paar foto's gemaakt van Maiwen alleen. Tweede sessie. Ik zal jullie voor alle mannen. Dit is wat je over hebt voor je vrouw. Zie je mijn buik goed nu op beeld? Ik zie mijn buik, jouw buik goed. Maar je kan ook zo je hoofd er tegenaan houden en dan zo doen als druk je mijn. Ja, ik dacht ook iets. Hop. Wat gebeurt hier allemaal? Ik heb nog gewoon die foto van maken.
Joost. Ja. I'm a smooth operator. Nou, jullie zien wel heel goed, dames en heren, wat voor kleuren we houden. Echt ongelooflijk. Ik had net die zwarte aan, maar deze is ook heel mooi. Is lekker zacht. Ja, dit is echt lekker zacht, dit. Oh, zo fijn. Echt mooi, schatje. Ja, dames en heren, maak je klaar. Want dit is iets waar ik zo trots op ben. Dat gaan jullie helemaal mee overspoeld worden. Dus sorry daarvoor. Maar Daddy Enzo, wow, dat voel ik gek om te zeggen. Goed. Dat hoorde ik, zei Marvin. Jij wordt papa. Papa Enzo Knol. Wow, ik had niet verwacht dat ik dat ooit zou zeggen. Papa Enzo Knol. Je moet wel even naar de kapper, maat, jeetje. Dames en heren, ik ben heerlijk eventjes wat tossies aan het bakken. Let op hoor. Kijk dan. Oh, lekker hoor. Draai hem even om. Ah, oh, heet. Hoppa. Zo, dit wordt lekker, hè. Oh, ik ben echt aan het knoeien. Zo. Doet me denken aan overblijven dit op school vroeger. Tosti bouwen. Daar gaan we, dames en heren. Beetje mayo, beetje ketchup. En dan door elkaar heen zo. Oh, de kaas zat vast aan de tosti. Beetje door elkaar heen zo. Oh, dit is heerlijk hoor. Dit is echt heerlijk. Anouk is meteen bezig met de foto's bewerken. En Marion heeft net al een selectie gemaakt van een aantal foto's. Zo super mooi. Ze hebben echt zo mooi. En het liefst wil ik de hele dag door gewoon niks anders doen dan praten over de zwangerschap. Praten over Maiwen, hoe mooi ze is, hoe knap, haar buik, alles. Maar dat gaan we niet doen. Nee, want er zijn ook nog meerdere dingen die we moeten doen. En het leven gaat door. Precies. Dus, dat betekent, die baby is lekker aan het groeien. Dus Maiwen heeft een lekkere tosti gehad. Heel erg nice dat je de baby ook een stukje tosti gunt. Tuurlijk. Dat zal de baby vast lekker vinden. En dan gaan wij er even vandoor. Anouk, ging jij mee? Ja. Nou, gezellig, hartstikke leuk. Anouk gaat mee. We gaan met z'n drietjes op pad. Met de dames. Ja. Leuk. Gezellig. Met het kind kan je vast wennen. En met z'n viertjes gaan we op stap. Oh, sorry. Ja. Dit is gewoon al wat ik fout zeg. We gaan met z'n viertjes op stap. Anouk, Marion, de baby en ik. Heel erg leuk. Het is echt prachtig weer. Dus dat wordt top. Ik heb er zin in. Ik bedoel, zoals ik al zei, het leven gaat gewoon door. Dus dat betekent dat we de andere dingen die we nog op de planning hadden staan gewoon lekker gaan doen. Alleen, wat ik al zei, het voelt zo gek om gewoon nu door te gaan. Terwijl het nu zeg maar nog niet online staat voor de buitenwereld. Maar wij het nu wel al verteld hebben in het echt zo hard op. Het is heel gek. Het is echt heel erg apart, dames en heren. Ik heb dit nog nooit meegemaakt natuurlijk. En het is allemaal nieuw. En ja, toch? Dat ja, is gewoon het is zo. Het is bijzonder, want eigenlijk zit je al heel lang soort van uit te kijken naar de dag dat we het in de vlog gewoon kunnen zeggen. Omdat het toch gek voelt om een geheim te hebben. Ja. Maar nu het eenmaal zo is en je praat er hard over, dan denk je toch van wow, dit is echt gek. Ja, het is echt heel gek. Maar het is alleen maar leuk, want Anouk zei vanochtend ook al, we hebben ook nog niks geshopt. Hè? We zijn nog helemaal niet naar buiten geweest en niemand weet het natuurlijk. Dus nu kunnen we ook eindelijk kinderwagens gaan shoppen. Ja. En dingen voor in de kinderkamer. Daar hebben we nog niks van gedaan. Dus dan kunnen we wel gewoon weer de kijkers meenemen. Dus dat gaat wel echt leuk worden. Ja, want gisteren toen waren we in Amsterdam. En toen zag ik kinderkleding en spullen. Toen dacht ik, wow, wat leuk, wat vet. Maar goed. Oké, ik ga tosti eten. En dan neem ik jullie mee, dames en heren. Let's go. Dames en heren, moet je horen hoe hard hij staat te brullen. Niet normaal, joh. Echt niet normaal. Komt-ie, hoor. Oh, het blijft toch een beest, hè. Ongelooflijk. Yo, bro. Doe jij, joh? Ik heb iets in je uitlaat gedaan. Nee, niks. Ik moet zo'n condoom weer erop doen. Wat? En dan gas en dan bam. Nee, bro. Die gebruik ik al een hele tijd niet meer, man. Gebruik je die niet? Nee, man. Dus ik heb wel een ding nu. Wat dan? Marion heeft dikke buik, bro. Omdat je geen condoom gebruikt? Ja, dan gebeurt er iets. Foei. Nee, bro, wat vind je ervan dat je oom wordt? Ja, sick, bro. Ja, dat weet je al. Ja. Hey, dat is gek, hè, om te zeggen in de vlog nu, hè? Ja, dat is wel raar. Dus we moeten nog niet te hard zeggen, maar het is wel echt apart om nu gewoon te vloggen en te weten van Marion is zwanger. Ja. Ik word papa, jij wordt oom. Ja. Bro, jij wordt de beste, coolste oom die er is, man. Let's go! Check deze Laat oom. Kijk dan. Hé, de oom is gewoon een trina. Pop. Ja, wordt superleuk, bro. Ja, wordt lachen. Ik ben heel erg hyped ervoor.
ben heel erg hyped ervoor. Thanks, ik ook. Dus ik ben heel, heel blij, heel gelukkig. Maar daar ben ik al echt weken. Dus ja. Ja, elke keer als iemand een soort van hint of iets lees of comment, dan doe ik gewoon, hier zien. En dan emotie uit en dan gewoon door, weet je wel. Maar nu kan het eindelijk. Dus... Eindelijk, zo fijn. Ja. Echt zo fijn. Heel blij om. Let's go bro, we gaan eerst naar jouw winkel, daarna naar mijn winkel. Oké. Okay. Dus dat wordt wel leuk. Oh. Maar Mila die had iets met, wat was het nou precies, wat is jouw missie, wat moeten we hebben voor jou? Missie Impossible. Nee, dit is missie Vogels Vlug, noem ik hem. Oké. Je gaat er binnen, je pakt vogelzaad, je pakt eieren en je rent weer naar buiten. Oké, okay, dat is de enige twee dingen die we halen. Correct. Oké, okay, nou gaan we dat doen. Ja. Let's go. En jullie wilden ook eieren? Ja, klopt ja. Eieren van de dierenwinkel, wist helemaal niet dat je bij de dierenwinkel eieren kon halen. Ja, ze hebben zelf kippen daar. Ah. Dus die poepen ze zelf uit, dus die eieren daar zijn ook veel goedkoper. Handig geparkeerd, hè? Oh. Oei, ik rijd bijna tegen het hek. Ja, ik heb weer een trui voor jou aan, hè? Ik zie het, schatje. Lekker bezig. Moet nog heel even de dekmantel hebben. Vandaag en morgen nog. Kijk. Zo cute. Zo cute. Oké, daar gaan we. Dierentuin shopping met Milan. Wat zie Gerbera, je? Gerbera, zei ik. Gerbera. Gerbera. Huh? Ja, dat zijn echt hele schattige. Oh, wat? Kijk, ze dan allemaal op elkaar zitten daar. Zebra, nee, grasmuis. Ik wou net zeggen, dat is nog wat anders. Is dat een grasmuis? Ja. Oh, ik mag zeker niet met mijn hand aanraken, of wel? Oh, lief muisje. Kijk, wat staat er? Lief niet met de hand in de bakken en niet over de rand hangen. Iedereen hangt op de rand. Oké, sorry. Om stress bij de muis te voorkomen. Zo, maar wel schattig hoor. Kijk dan, daar zitten ze. Wat een muis. Ja, kijk hoe lief die is. Kijk deze muis. Kijk dan. Die zit daar gewoon in het donkie. Oh my god, 4,50 euro, hé. Wow, maatje, je hebt het veel meer waard dan 4,50 euro. Vind ik. Wow, jij hebt een hond. Ja. En die heet Novi. Ja. Wow, dan is dit de bodykit. Ja, toch? Novitech bodykit. Ja. Dat bestaat. Ja, weet je. Ja, dit is een bodykit. Ja, dat is toch dik? Hoe oud is die hond voor jou? 2,5. Ah, oh, schattig. Oh, dit is het. Wat hond is dat dan? Ho, ho, ho. Ja, hij komt van de streets. Het is een Snoop Dogg. Een Snoop Dogg, bro. Bro, van de streets. Hij is 50% Pomeriaan, 25% Chihuahua. En hij heeft dan dus ook nog een vissalade doorheen. Dat is zo'n groot. Vissalade? Wat? Visla. Visla. Oké, daar gaan we, dames en heren. Eindelijk, aquariumhal. Wow. Het ziet er wel mooi uit. Wow, groot hoor, dit. Zo, kijk dan. Oh, wow, deze is meteen al heel bijzonder. Kijk dan. Het ruikt hier niet heel fris, nee. Maar ja, allemaal aquariums. Aquariums of aquaria's? Aquaria's? Oh, kijk dan. Check deze. Lekker wel een catfish. Oh, kijk dan. Zo, je ziet er wel mooi uit. Deze is ook mooi, hoor. Kijk dan. Kijk hoe mooi deze is. Maandvis? Een maandvis? Ja, hoe gek hoe dat zwemt, hè? Dit is wel de real deal, hoor, dames en heren. Kijk, joh. Allemaal planten hier zo achter. Het ziet er wel heel vet uit. Hier allemaal gele bij elkaar. Hier is hij alleen. Oh. Mijn vrienden. Ik kan er niet door. Inderdaad, ja. Hoe zielig. Maar mijn vrienden daar. Ik zit alleen. Het zijn wel mooie visjes, hè? Ik wil gewoon nu die kopen, omdat hij alleen is. Ja? Ja, tuurlijk. Dat is zo zielig. Hij staat er alleen. Nee, kijk. Er zit er één achter helemaal. Zie je? Ja, maar die is een andere kleur. Ja, die is wel anders. Deze is allemaal geel. Wow, check deze ook. Die is de hele bodem aan het schoon eten. Wow, check dit, dames en heren. Mijn mensen kopen dit als voer? Ja, ja, ja. Voer? Salamanders, baartengamen, van alles. Echt? Ja. Dan moet ik hem gewoon erop of vasthouden? Ja, als je hem hier achter vastpakt. Ja, sorry. Top. Wat? Wow. Wat heb ik nu vast? Wat is dit? Springkaan. Oh, een springkaan. Ja. Milan, ik heb een springkaan. Wow. Wat zo? Ja, die kun je gewoon frituren. Ja, lief. Is mogelijk. Wil je hem vasthouden? Doe je hand maar op. Ja, maar dan gaat hij wegspringen. Nee, tuurlijk niet. Dat doet hij niet. Die kan heel groot wegspringen. Dan mag ik achteraan, hè? Ja. Oh, sorry man. Oh, serieus. Oh, in één keer bewoog hij helemaal. Ja, nee, maar hij bewoog helemaal. Ik was bang. Ja. Oh, hé, hey, daar gaat er een. Oh, kijk hier, dat bedoel ik. Zo. Maar dat is voedsel voor buitengamen, salamanders, hagedissen, van alles. Ja, best wel gek man. Alles wat je ziet is gewoon voedsel voor die dieren. We hebben meelwormen, mooiewormen, kijk dan. Van alles. Deze gaf ik altijd aan de mieren. Serieus, wat zijn dat? Dat zijn fruitvliegjes.
die niet kunnen... Die kan je ook gewoon kopen. Ja, maar volgens mij is hier toch die dat vleugeltje is... Dat ze niet kunnen vliegen, toch? Nee, deze kan ook vliegen. Deze kan je gewoon binnen via de fabriek. Die bestellen wij dan en die kan je dan gewoon loslaten. Voor dit ook? Mieren van alles. Ja. Dat zijn Moriowormen. Hoe? Wat voor wormen? Moriowormen. Moriowormen. Dat zijn een dikkere, ja, een grote variant van meelwormen. En deze kunnen bijten. Echt? Ja, en niet hard hoor, maar die kunnen bijten. Wow. Kijk dan. Sick. Wow, nee, niet fijn man. Wat zit hierin dan? Kakkerlakken. Wow. Oh. Kakkerlakken, boy. Ik ben echt geen held hierin, hè. Ik ben echt geen held hierin. Bro, pak die vast, man. Maar hoe komen ze hier, hoe komen ze in dat bakje? Doe je er een van? Ik heb wel eens gehoord dat mijn broer vet graag een kakkerlak wil vasthouden. Kan niet als een kakkerlak vasthouden? Waarom zou ik dat willen? Ik vind dat zelf ook niet chill, dus dan moet je echt naar aanvragen. Ja, ik ga daar ook niet goed op. Mogen we een kakkerlak vasthouden? Je doet je best maar, zegt ze. Bro. Ja, die maakt echt niet uit. Let's go, bro. Nee, bro. Kunnen jullie het samen doen als team, omdat jullie het allebei niet fijn vinden? Jij vindt het niet fijn. Ik ook niet. Ik vind het leuk om te zien, bro. Ja, maar ik ben... Weet je hoe snel zo'n kakkerlak is als je hem laat vallen? Ja, ik denk dat... Bro. Dan krijgen wij een plaat. Ja, ja kakkerlak. Daar zitten wij daarmee, ja. Bro, kijk, zie je dat gleufje hier bij mijn arm? Als hij daar dan in gaat, hè? Ja. Die kakkerlak zo weg, hier zo, in mijn mouw. Ja, die is zo weg. Oh. Nou, man. Schat, wil jij kakkerlak vasthouden? Nee, bedankt. Anouk, jij? Nee, joh. Ik geef mijn beurt graag aan jou. Waarom wil iedereen zijn beurt aan mij geven? Normaal kom ik nooit aan de beurt. Oké, okay, ja, thanks bro. Hey, dankjewel, werk ze man. Wilt u mij helpen om mijn angst te overwinnen om een kakkerlak vast te houden? Jawel. Ja? Want ik vind het echt zo eng, maar ik wil het wel heel graag. Ja? Dan loop ik met u mee. Ga mijn kakkerlak vasthouden. Yes, baby! Wow. Ja, want u verzorgt deze, hoorde ik. Nou ja, verzorgen. We verkopen ze. Wat? U pakt hem zo vast alsof er niks aan de hand is. Ja, nou wat wil hij doen? Maar kunnen ze bijten of niet? Geen idee. Vast wel als je vinger erin stopt, maar... Oké, okay, bro, jij eerst. Oh, ze heeft hem al. Ja. Op je hand gewoon? Nee, ik hoef niet hoor. Jawel. Nee. Dan betaal ik jouw boodschappen. Ja, waar gaat hij heen? Ja, waar gaat hij heen? Kijk dan. Hoppa. Kijk dan. Oh ja, dat kan het wel. Dat is niet eens leuk, we willen wel gaan zien. Kijk dan, bro. Lekker, man. Wat? Toen met moutje. Nee. Heel raar. Ja? Want hij heeft een soort van haakjes op zijn... Ja, zijn haakjes op zijn... Oh, dat vind ik heel naar. Ik heb helemaal natte handen. Het is goed. Oh, sorry mevrouw, laat maar. Oh nee, bro. Ik kan er echt niet tegen. Oh, kakkerlak, bro. Zeg maar nog. Zit hij altijd zo hard? Ja. Oh, sorry. Ja? Ik snap er ook niks van. Die zijn rustig, maar deze die gaan alle kanten op als je niet... Oh nee, die vind ik helemaal niet fijn. Die zijn razendsnel. Zo, inderdaad. Speed komt aan. Die ga ik er niet uithalen, want dan loopt hij straks hier onder de stelling. Ja, dan hebben jullie een plaag, hoorde ik. Te pakken. Ja. Deze zijn tropische soorten, dus die gaan wel dood hier. Het is koud genoeg. Oei, op mijn hart. Ja? Wow, oh, dit is normaal gesproken zo'n... hier, dit doen ze bij slangen, toch? Of niet? Ja. Dan doen ze hier een kakkerlak tussen en dan geven ze dat zo'n... Slangen eten meestal muizen, maar... Oh, muizen? Ja, precies. Oh, je doet geen... Een voedertang, inderdaad. Een voedertang, ja. Oké, ik kom bij u... Heb je nu niet een raar gevoel op je hand? Dat ik het een beetje... Nee, mijn hart alleen. Oké. Ik kom bij u afrekenen, oké? Ja, heel goed. Dank u wel. Oké, bro, wat voor zaad heb je nodig? Dit doen we nooit meer. Dit doen we nooit meer. Oh, ik vond het niet super, maar het voelde heel raar. Ja, het is echt... Hij heeft van die hele kleine haakjes op de pootjes en dan pakt hij zich erin vast, zodat hij niet omvalt. Ja. Dus, en dat voelt een beetje raar. Dat voelt niet fijn. Heb je spinnen ook? Heb je spinnen op je hand gehad een keer? Ja, want die lopen op de muren, dus je moet wel iets van plaksel of weerhaakjes hebben. Ja, dus die voel je heel erg goed, dat hij zich een soort van vastzet in je huid. Ja, maar die hebben meer plaksel, hè? Spiderman, hè? Ja. Alleen bij het web. Dat is niet jij snapt het, hè, schat. Zie je? Dit wil Milan graag meenemen. Wat, deze hele zak, bro! Straks komen helemaal geen vogels meer in onze tuin. Nee. 95 euro? Nee, 195. Echt niet. 45. Ja, bro, wat ben je van plan? Ja, wat ben je van plan? Je wil die vogels uit onze tuin weg hebben en bij jou in de tuin hebben, hè? Ja, bro, weet je, mijn tuin is kleiner, dus ik moet het ervan hebben. Bro, laat ook vogels bij ons komen, man. Check wat die allemaal koopt. Ik heb hier twee zakken van. Oh my god. Want dat is korting. Wow. Dat is korting. Hé, hey, maar je begint op opa te lijken, man. Je bent echt een vogellover. Deze zakken, die zijn, als je die strooit, dan komt er ook onkruid. Ja. En deze zak, die is wat duurder ook, maar dan komt er geen onkruid op. Dus die kan ik beter voorgooien, dat ik geen onkruid op mijn oprit heb. En die andere is voor achter. Dus, maar wil je ook een zak? Want het is korting. Nee, dankjewel, bro. En jij betaalt toch, dus... Nee, man. Niet meer. Oh ja. Helaas, man. De actie is verlopen. Nee, ik betaal, bro. Nee.
Je hebt kaklap. Ja, maar dat is toch te gek. Bro, dat is... Weet je wat gek is? Als je maar tegen die vogels zegt dat ze ook bij ons kunnen komen. Ja, is dat een deal? Ja, dus we delen ons zaad wel. Ja, en het enige wat gek is als je 12,5 kilo vogelzaad haalt. Ja, veel mensen die dat kopen? Ja, 20 kilo is genoeg hoor. 20 kilo zaad. Wow, what the heck? Gewoon mensen 20 kilo vogelzaad halen? Oké, okay. Ja, nou ja, als het een hobby is. Ik ga dat niet tillen, ben je gek? Hij neemt het hele kratje mee. Hier, doe ook even een zakje bij mevrouw in de auto. Nee. Doe even een zakje erin, bro. Nee, niet? Alles leuk voor de vlog, maar daarna... Nee, man. Jeetje, van een zaad in die auto, man. Ongelooflijk. Hoeveel kilo in totaal had je nou? Minimaal 20. 20 kilootjes. Ja. Geef je er nog. Ja, ik merk het ook tijdens het sturen van die auto, joh. Dat ding is zwaar geworden. Man, dat is voor 8000 kilo of zo. 18.000 kilo. Voel je toch niet? Zo'n nachtje. Oké, we zijn nu bij Tegeldepot. We zijn in Zeewolde. We hebben wat spulletjes nodig. Namelijk een toilet voor de studio, voor het bijgebouw. We hebben ook sanitair nodig. Ander sanitair, zoals een wastafel. En tegels. Tegeltjes. Dus laten we even binnen koekeloeren. Goedemiddag. Dus dat hebben we nodig. Dus ik ben blij dat ik even backup heb. Zoals Myron en Milan. Want dan kan ik even hun mening ook vragen van wat ze mooi vinden in de studio. Hey, wat zeg je wel? Nee? Ik had zo'n vermoeden dat je hier ergens zou staan. Kijk, deze vind ik wel mooi. Maar je wil iets lichts. Maar misschien is zwart ook wel. Als die onderkant zwart is, kan wel mooi zijn. Ja, en die kan je dan open doen daar? Ja, oh ja. Kan je ook nog iets van zeepjes of zo? Ja, dit is wel ideaal hoor. En dan een zilveren kraan en dan gewoon dit. En dat is een klein spiegeltje, vind ik ook wel nice. Ja, ik vind dit ook altijd wel een mooie kraan als het hier zo is. Ja, dat je dat hier kan draaien, zo aan en uit. Ja. Dit zo. Misschien hebben ze dit kastje zelfs wel in wit, want ik denk dat dit wel los van elkaar is, als je het wit wil. En dit vind ik wel mooi eigenlijk. Ook al is dit niet een beetje meer badkamer vibe trouwens? Ik vind het een beetje voetbal vibe altijd, als ik deze tegen. Ja, dat is het ook, van die hexagon van voetbal. Ja, klopt. Ik vind dit ook wel mooi. Maar ik wil iets, ja, ik wil dit wel aanhouden, denk ik. Wat? Iets zoals dit. Vind ik mooi. Ja. Ja, dat is toch nice. Maar gewoon even wat anders. Ja, ik heb de afmeting heb ik ook op mijn telefoon. Oh, dat is top. Want dan kunnen we even goed rekening houden met die spiegel, bijvoorbeeld ook hoe groot dat kan. Kijk, dit vind ik ook mooi, dat je dan gewoon echt zo'n volledige plank hebt. Oh, dit is ook wel gaaf, ja. Dan kan je ook dingetjes opleggen dan. Klopt. Zoals van die geurstokjes of... Ja, of gewoon een zeepje hier zo, dat is wel ideaal, hoor. Klopt. Dan komt de kraan gewoon uit de muur. Nice. Oké, ik denk dat we er wel uit gaan komen. We hebben wel wat leuke ideetjes. En ik wil dus donkere tegels, lichte wasbak, zilveren kraan, gewoon een normale toilet. Een witte, niks bijzonders. Gewoon een toilet is een toilet. Nee, en je hebt natuurlijk in de studio ook een wasbak eigenlijk. Dus je kan beter gewoon een klein wasbakje doen. En dan in de studio, als mensen uitgebreid hun handen willen wassen, kunnen ze ook naar de studio lopen. Dat is perfect. Ja, ik denk dat je dat het beste kan doen. Milana! Ja! Wow, je hebt een dikke designer bag hier zo. Ik krijg niet een knuffel. Ik zie, je bent zwaar geworden hoor. Dan kan je bijna nieuwe tillen. Is Luciano gestopt? Luciano! Luciano! Ik zei helemaal onder de make-up. Ja, dat ziet er een beetje uit. Ja, thanks, maat. Luciano! Ik heb geen idee. Echt niet? Hi! Ja! Waar zit hij, jongen? Ja. Krijg je een knuffel? Hoe is het met jou? Goed. Ja, goed. Ik weet het ook niet. Ja? Ja. Ben je lief op school geweest? Ja. Mooi zo. Ik heb ook een lift. Ja, je is ook een lift, hè? Kijk, een kusjes van je op mijn wang? Dankjewel, jongen. Is dit een mooie, simpele? Ja. Gewoon een instapmodel? Ja, deze. Nou, keurig. Ik zou hier ook afpakken en in de vaatwasser doen. Nee, maar wat? Je makkelijk bij met schoonmaken, toch? Ja, dat is wel ideaal, hoor. Ja. Maar gewoon een kliksysteem. En hij valt ook nog rustig naar beneden. Ja. Wow, ideaal. Ja. Hey, heb jij wel eens gepoept op deze? Ja, ik hoop niet op deze. Dat kan wel grappig zijn. Luciano, wil jij eens even laten zien hoe je poept hier? Nee. Hoezo niet? Je moet toch gewoon poepen soms? Nee. Doe je dat niet? Ik wil wel iets leuks doen. Wat wil je dan doen? Verstoppertje. Oké, ga jij me even stoppen. Kom ik jou zoeken, ja? Oké, 10, 9, 8, 7. Ik mag niet naar beneden, alleen boven. 5, 4, 3,
2, 1. Oké, wat nog meer? Zij zijn weg. Ik ga ze straks wel zoeken hoor. Ja, jij loopt ook alsof je net gepoept hebt trouwens. Ja, ik ben Terminator. Ja, we gaan straks wat doen. Shahid heeft twee van die leuke go-karts op elektriciteit. Gaan 40 km per uur. Jij bent laatst tegen de muur geknald en dan heeft hij zijn knieband verrekt of zo. Ja, precies. Goed opgelegd. Ja, niet normaal joh. Dus hij moest 6 weken lang een brace dragen. Dus dat draagt hij onder deze skinny jeans. Ja. Hier zo, hier zo. Die even expres even nog zeggen. Ik heb een nieuw broekje, wat vind je ervan? Ja, mooi. Het is geen skinny jeans. Nice toch? Ja. Nou, thanks. Stone Island, mooi. Stony. Ja. Oké, okay, even kijken. Jouw smaak is wel beter. Verkoop je dit vaak? Dat is een hoekfontein, als die in de hoek komt. Een pizzapunt. Ja, kan, ja. Het ja. Wordt zeker af en toe. Oh, ja. Hey, je hebt hier al, je hebt hier. Die kaart ik helemaal mix en match. Deze. Wat wit? Kan? Hebben? Ik vind dit niet mooi, deze, dit putje. Ja, dit vind ik mooi, ja. Zo'n drukput. Nee, dit is niet een drukput. Nee, een draaiput. Nee, ook niet. Want dit is een vaste wees. In de fontein doe je wel de vaste wees, omdat je geen oven hebt. Nee, maar kijk, dit is een draai. Kijk. Ja, maar dat gaat niet eruit. Ja, dat is een draaiput. Maar kijk, weet je waarom ze hier een vaste wees in doen? Ik ga ook jou vertellen hoe het werkt, hè. Terwijl jij, dit is van jou. Ja, nee, maar maakt niet uit. Maar kijk, als jij hem zeg maar, als jij iemand voor de grap hebt bij je studio en die drukt hem in en doet de kraan aan. Overstroomt hij. Oh ja. Dus als je hier een klikker in hebt, maar nu heb je geen klikker erin. Als je dus iemand hem aandoet, dan is het. Ik snap zo. Hey, Virginio, jongen. Leef je ook nog? Ja. Ja. Jij met je Carrara? Ja, ik vind eigenlijk wel. Ja, Marvin vindt alles met het keramiek, hoe heet dat? Alles wat duur is, ja, marmer. Alles wat duur is. Nee, dat is niet zo. Nee, maar dit is wel een beetje te luxe, vind ik. Oh, dit is een schattig klein pop. Ik kwam hier. Oh mijn god. Oh, waarom doe je dat? Bro. Dat moet toch niet? Oh, sorry. Sorry, hij doet het weer. Ik moet nog even die kinderen zoeken. Ik was bijna vergeten. Luciano! Luciano! Oh! Volgens mij hoorde ik iemand. Volgens mij hoor ik hem hier ergens. Luciano! Huh? Waar zit jij? Huh? Waar zit die gast? Huh? Hey! Ik zit aan het douchen. Was je aan het douchen, jongen? Nee. Oh, ik zei tegen jou, ik zit ergens in de douche verstopt. Oh, wat een mooie verstopplek, jongen. Heel goed. Hier, wil je even wat zeggen in de microfoon? Nee. 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 Waar is Milana? Hey! Ja, je hebt gewonnen, heel goed. Nou, wij nog aan. Jullie hebben samen gewonnen. Jullie hebben samen gewonnen, dat vind ik ook goed. Nou, daar zijn we, dames en heren. Kijk, dat zijn de racecards. Ja, hij geeft een piepje aan. Papa. Hij is helemaal opgeladen. Er zit ook Bluetooth op, zie ik. Ja. Kan jij er ook in rijden, Milana, of niet? Ja. Ja? Kijk, Enzo. Ja, mag ik even? Zo! Oh my god, gast! Hij is gek, kijk dan! Wat? Hij drift ook door die bocht. Oh my god, dat ding gaat hard! Nou, je ziet wel dat de zoon van Shahid is. Wat? Oh my god! Pas op! Niet te hard hier overheen gaan, schat dan! Dat is niet normaal hoor! Kijk, zijn de kapsel ook, staat helemaal naar achter. Wow, yo. Oh, weg. Weer je knie, hè? Wat doe je, gast? Zijn hand, ga er naartoe. Oh, zag je dat niet? Hij ging al twee wielen. Wat doe je? Zag je dat niet? Nee. Ging je op twee wielen? Echt? Kom weer, hè? Je ging gewoon te hard door de bocht of zo. Nee, je vloog, papa. Je vloog. Nou, nu Milana, laat maar zien. Wil uitkijken, schatje. Wil uitkijken. Wacht even, dit is groter. Dat is die grote, wacht maar. Ja, maar Gio, kom op hier. Oké, dit is niet. Oh, dit is die grote met de grote stoel. Ah, interesseert me niks. Lara, kijk uit. Ha 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 ha!
Ze ligt gewoon in dat ding als een lowrider. Ja. Wow, wow, ja. Wat gebeurt hier ook allemaal? Ja. Wow, yo, Milana. En zo. En geen Leon doen hebben bij Virginia haar toch zo te raken. Echt? Wat is er? Ben ik? Oké, dan ga ik er nu heen, ja? Milana gaat filmen. Ik doe even dicht, man. Het is koud, ouwe. Ik ben Milana. Nou, daar gaat ie. Oh mijn god. Ja. Niet normaal. En ze kan ook muziek opzetten. Wat zeg je? Kan ook muziek opzetten. Echt waar? Ja. Okay. Heb je goed gedaan hoor. Ja, yo man. Nu was jij bij mij, denk ik, in de kelder geweest, denk ik. Soms brengt hij dingen op. Wat? Hé hey, joh, ben je nou aan het reffen, man? Gaan we racen? Zag je die fietsen niet? Ja. Kunnen jullie nog even met Milan en ik in de kelder? Wat wil je doen dan? Ik wil met Milan in de kelder. Wat wil je doen? Spelen. Spelen? Oh, dat is wel lief hoor. Wil je met mij een stukje rijden? Ja. Nee. Nee? Vind je dat eng? Wil jij een stukje rijden? Ja, ik wil wel een stukje rijden. Oké, okay, nou kom maar op mijn schoot. Ik doe dat ook bij Gio soms. Ik zat vast. Auw! Niet in die bocht zo hard. Niet in de bocht zo hard? Nee, maar ik had het wel zo. Ga jij sturen? Milana gaat sturen. Milana doet in één keer het gas in, joh. Hé, hey, joh, rustig. Maak maar een bocht. Oei, joh, het is zo hard. Hé, joh. En een bocht maken. Lantaarnpaal. Oei, joh. Pas op die fietsers, hè. Hé, hey, we gaan achteruit. We moeten weer vooruit, we gaan achteruit. Ja, goed zo. Ah! Hey joh, wat doe je? Wat doe je? We zitten in het gras. Wat doe je? Hoor, ze zitten weer zo achteruit. Gas geven in achteruit. Ja. Ja. Remmen! 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 Oh, ik ga eruit, ja? Hé, hey, hey, remmen, remmen! Remmen, Milana! Milana, wat doe je? Ik ben een hondje! Oh, niet zo hard de bocht door! Oh, eerst jij eraf. Jeetje, deze dingen, jongen, die gaan een partijtje hard. Nee, we hebben net geweest. Nou, doe maar, Virginio. Nee, joh. Zo, maar dat is niet normaal. Die dingen gaan gewoon 40 km per uur. Bizar. Echt bizar. Kijk, Virginio. Nee, joh. Elektrische dingen. Dit doen we altijd, hè? Ja. Als ik een high five geef, geef jij een box. En als jij een high five geeft, geef ik een box. Hey, doei Milana, ciao. Het is wel weer gezellig hier in de straat, hoor. Al die kerstverlichting hier buiten ook. Super mooi. Hey, later, Gio. Doei voorzichtig. Hey, daar is Luciano. Dat je niet komt spelen. Oh. Ik even doei zeggen. Maatje. Hey. Ik heb wel een hele koude hand trouwens. Oeh, lekker nekkie. Oeh. Hey. Ik kom volgende keer spelen, goed? Hey, zullen we dan een afspraak maken, hé? Hey? Zullen we samen pepernoten bakken? Oh. Mag ik dan een hand? Ik heb. Oké, goed zo. Gaan we dat doen, ja? Oh, koud lekkie, joh. Zo. Oh.
Hey, is goed. Doei, maatje. Zo, we gaan weer naar huis, dames en heren. Dan zijn we thuis op tijd voor het avondeten. Niet alleen dat, nu kan ik het zeggen. Maar de afspraak zelf gaan we natuurlijk niet in de vlog doen. Nee, de afspraak zelf doen we niet in de vlog. Dat komt dus in een apart video. Maar we moeten ook terug, want het is nu 5:10. En om 6:00 hebben we een afspraak bij de verloskundige. Oh my god, mag ik mee? Nee, bro, zo. Ik heb wel hier een cadeautje gekregen van Samantha. Oh, leuk. Stiekem. Stiekem? Maar misschien moeten we eerst even rijden, want ik weet niet of ze hier nog zijn. Ja, laten we rijden. Ja, gaan we straks even kijken. Ja. Spannend. Oké, okay, Milan die gaat nu even bij het tankstation wat halen, want Marion heeft cravings. Ja, ik heb er zin in al. Ja. Ik moet wel de hele dag een beetje blijven eten hoor. Dat is echt zo. Want anders dan word je wel misselijk. Ja, nou, dat doe je goed. Dus nu lekker Twixie. Hé, hey, ik zie een kale man. Sorry. Ik zie een kale man. Hé, hey, een kale man. Dat is Erben Wennemars. Huh? Is dat echt? Dat is echt. Echt? Ja, dat is Erben Wennemars. Loop maar even naar hem toe, schat. Erben, hoe is het? Ja, mag je even een hand geven? Hoe leuk is dit? We komen elkaar tegen bij het tankstation. Hoe is het? Ja, heel goed. Ja, mooi, leuk je te zien. Kom je wel langs? Ja, nee, graag. Zeker weten, die uitnodiging stond. Dus, ja. Ik ben bang, hè. Waar ben je bang voor dan? Ja, om zo hard te trainen, zie je niet. Je vertelde inderdaad dat tijdens corona je een krachttocht had gemaakt. Ja. En super mooi. Spelen. Ja, leuk. Spelen. Ga ik zeker weten doen. Ja. Ik zal hem even een appje sturen. Wat gaat bij jou? Ja, hartstikke goed. Waar ben je onderweg naartoe, jongen? Ja, wij zijn onderweg naar huis. Wij gaan even wat eten met z'n allen. Dus we waren onderweg naar huis. En het was wel leuk, want een vriendin van mij zit in de auto. Ja. En die zei, ik heb geen idee waarom. Nee. Maar die zei, hey, kijk, een kale man. Een kale man. En toen keken we. En toen zei Marion, dat is Erben Wennemars. En toen zei ik, what? Wat is de kans? Ja, man, is dat zo erg? Ja, ik weet het ook niet. Ik ga dat straks vragen. Ja? En hoe is verder, mag ik jou zeggen? Ja, zeker mag ik dat hoe is verder met zeker. Jou? Wij gaan het prima. Mooi. Normaal. Twee dingen die niet normaal zijn. Daar komt eerst Erben Wennemars tegen. Ja. Koop ik een witte Twix? Die ga je niet geloven. Nou, hij is niet wit. Gewoon andere kleur. Ja. Er zit gewoon een bruine in. Ja, hoe kan dat nou? Hij is wit. Hier, white. Oh ja, dat weet ik ook niet. Hé, maar gevulde koek, dankjewel. Alsjeblieft. Dat is toch bizar? Ja, dat is wel bizar. En, ja, nee, gewoon even. Bruine. Ja, bruine en zit er wit in. Er zat er wit in. Ah, jullie hebben gewisseld. jongen. Ik denk al, wat is dit voor gekkigheid, man? Ja, dat was een Noekse haar idee, hoor. Dus, ik volgde het ook helemaal niet. Ik was toch helemaal in de war van. Want, Starstruck. Weet je wat ik niet begrijp? Erben was je in de war. Ja, ik was helemaal. Ja, wat gebeurde daar? Ja, maar weet je wat ik niet begrijp? Waarom zei jij kale man? Ze valt op kale mannen. Oh, echt? Ja, daarom zei ze, hey, ik zie een kale man. Oh, ja, want ik zei tegen Erben Wennemars van, ja, er zei een vriendin bij mij in de auto, zei denk ik, hey, een kale man. En toen zei mijn vriendin, dat is Erben Wennemars. En toen zei hij van, wat heeft ze iets tegen kale mannen? Maar je valt op kale mannen. Ja. Oh, oké. Okay. Dus ik heb er niks tegen. Ik dacht gewoon, oh. Kale man. Nou, dat is wel een compliment voor Erben Wennemars. Wel wat leuk zeg, zo kom je nog elkaar tegen. Ja, ik ga wel meteen weer doorrijden, want anders wordt die verloskundige een beetje een latertje. Dat is niet de bedoeling. Dus, maar superleuk. We gaan weer door. Joe. Dan wordt er lekker gekookt hier, dames en heren. Marion die gaat iets heel erg lekkers maken. Namelijk iets met broccoli, ui, een stukje vlees, champignons. Wat is dit precies? Room. Cooking chrome. Cooking cream. Oh. Kookroom. Kookroom, dat was het. Cookingroom. Ja. Chrome. Cooking cream. Op het KP Active plankje. Ja. Mooi hoor. Ja, dit wordt een heerlijke maaltijd, dames en heren. Ben je niet stil of zo? Yo, man. Ik denk gewoon stil of zo. Alles goed. Ja, lekker man. Ben jij wel lekker geslapen? Ja, man. Ziet er weer fris uit, wel. Thanks, bro. Jij ook, man. Nice. Box kijken. Yo, rap je nog steeds? Ja, man. Nice. Nu is het toch een king. Nu is hij wel mijn size. Nice, bro. Thanks, bro. Kom je eten? Ja, bro. Het is zo. Wat gaan we eten, dan? Kip teriyaki. Lekker. Is smakelijk. Jij ook, man. Kijk dan. Dit ziet er wel echt goed uit, hoor, schat. Oh, hij zegt net kippenstront. Hij heeft het nooit gezegd. Waarom heb je dat gezegd?
dames en heren, dit is wat we eten. Oh, dit is één groot stuk vlees. Oh, yo, wat een verwennerij, ja. Kippie. Oeh, lekker. Mm. ScreenX. Oh, wat vind je ervan, ScreenX? Bro, lekker man. Even serieus, wist je niet dat dit bestond? Nee. Ik snap dan niet waarom ze zijn ScreenX boeken. Ja, ik zei ScreenX is de shit. Nu zie je waarom. Ja, maar nu is het normaal. Ja, maar straks tijdens de film ga je het leuk vinden hoor. Ik ben benieuwd. Oké, we gaan film kijken, let's go. Zo dames en heren, het is 2,5 uur verder. We waren om 9:15 hier. 9:30 zaten we in de zaal. Toen begon de film ook meteen. En het is nu 12 uur, 2,5 uur later. Het was een super langdradige film. Ik weet nog niet helemaal wat ik ervan vind. Ik bedoel, Napoleon is gewoon bizar in de geschiedenis van alle overwinningen die hij heeft gehaald. Ook bizar hoeveel mensen er zijn overleden tijdens de meerdere strijden die hij gevoerd heeft. Echt bizar. Hele mooie scènes heeft de film, maar soms ook een beetje langdradig. 2,5 uur, ja, is wel pittig. Maar goed, ik sta hier nu op parkeerplaats. En wel, kijk me waarschijnlijk aan. Zo van, bro, waarom sta je nog buiten? Kom gewoon droog in de auto zitten. Yo, wat dacht je? Ja, ik wil naar huis. Stel de Rens, ik wil ons uitgaan, man. Ja. Kom 12:30 thuis. Ja, het is wel een beetje laat, ja. Op een gegeven moment moest het nog 9:30, wisten we nog niet. Maar toen zei Noël tegen mij, hé bro, we gaan richting 12:00, man. Wauw. Dus toen dacht ik wel van, wat, 12:00 s'avonds? Hij zei, ja man, ik zei, wow, het is wel langer zitten. Dus nou ja, goed, allebei vonden het een beetje te lang. Maar het was wel gezellig, bro, met z'n tweeën ja, of zo. Ja, sowieso leuk. En ja, we moeten sowieso allebei naar huis. We hebben allebei morgen wat te doen. Ik heb morgen sowieso iets heel erg belangrijks. Ik heb namelijk de eerste les. De eerste yoga zwangerschapsles. Let's go! Ik ben zo benieuwd. Ik ben benieuwd wat jij moet doen. Ja, ik ook, bro. Ik heb geen... Hey, mooi hoor, kenteken. Nice. Ja, ik ben ook heel erg benieuwd wat ik moet doen. Maar ja, voornamelijk wat Marjan moet doen. Want Marjan is degene rechtsbro. Oh, bro. Serieus door die flits. Zo meteen weer een nieuwe auto. Dus, oh ja, we rijden trouwens een andere auto. Kan ik dat zeggen, bro? Ja, dat kan wel. Ja, Noël heeft een auto-ongeluk gehad. Moet ik rechts of links? Links. Dus we rijden nu in de auto van een vriend van hem. Wel dikke Volvo dit. Past goed bij mijn kleding. Ja, het interieur past goed bij je outfit van vandaag. Maar goed, in ieder geval morgenochtend zwangerschap yoga. Ik ben super benieuwd wat Mayo moet doen en hoe dat gaat. En ik neem jullie mee. Dames en heren, voor nu. Slaap lekker. Ja, slaap lekker allemaal. Heel erg bedankt voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vandaag is nog steeds een hele gekke dag. En zo wil ik hem ook afsluiten. Omdat het duurt nu nog 2 dagen voor mij voordat het bekend is. Maar voor jullie is het nu alles al bekend. Dus dat is best wel gek. Loop zeg maar 2 dagen achter. Wil je me echt up-to-date houden van alles? Van zwangerschapsdingetjes van Marjan of mij? Dan kan je me volgen op Snapchat. Enzo Knol. Daar plaats ik de meeste stories van alle... En die zijn leuk. Van alle dingen. Van het hele avontuur en zo. Dus ik check jullie daar voor de meest actuele update dingetjes. En anders gewoon bij de vlogs. Bedankt voor het kijken. Check jullie morgen om 4:00. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.